Goedemiddag, ik ben Hans Verschuppen. Ik zal jullie wat vertellen over kapbeademing met de tweehanden techniek. Ik ben betrokken bij de Nederlandse Reanimatieraad als vicevoorzitter van de Wetenschappelijke Raad. Voor de rest actief als course-director van de Advanced Life Support cursus en educator. En ik richt me ook met mijn wetenschappelijk onderzoek op dit onderwerp. Dus ik vind het heel leuk om jullie wat te vertellen over kapbeademing met de tweehanden techniek die in de nieuwe richtlijn ook genoemd wordt. Misschien denkt u nu wel van, ja, kapbeademing, dat het is toch eigenlijk iets wat best heel makkelijk is. Als je naar de films kijkt, dan ziet het er altijd een beetje zo uit. Misschien denkt u wel, nou, ik ben heel erg ervaren. Ik kan dat prima met één hand. Gaat eigenlijk altijd wel goed. Wat is nu precies de noodzaak om specifiek voor deze tweehanden techniek te kiezen? Nou, ik hoop jullie toch een klein beetje uit te dagen om na te denken over jullie eigen praktijk. Als het gaat om die setting waarbij je met je Advanced Life Support team ter plaatse bent bij een reanimatiesetting en de patiënt goed moet kunnen oxygeneren. En dat is eigenlijk ook, dat zijn eigenlijk de punten ook die ik met jullie wil bespreken. Allereerst wil ik eigenlijk even stilstaan bij de gedachte waarom zouden we de kapbeademing met twee handen moeten uitvoeren. Tweede aspect is eigenlijk hoe moet je dat dan precies doen? En de derde is eigenlijk als je nou overtuigd bent naar dit verhaal, hoe ga je dat dan toepassen in de praktijk? Op het moment dat we gaan kijken naar patiënten die in de circulatiestilstand zijn, dan weten we dat eigenlijk de zuurstofsaturatie die gemeten wordt in het bloed vrij snel daalt. Jullie zien hier een grafiek van een dierexperimenteel onderzoek, waarbij we eigenlijk zien dat na het ontstaan van circulatiestilstand, waarbij er eerst een periode is geweest van een drietal minuten, waarbij er eigenlijk geen BLS is toegepast en dat daarna wel opgestart wordt. Dus dan pik je hem op bij TS0. En je gaat vergelijken wat de effecten zijn van beademing toevoegen bij een reanimatie ten opzichte van geen beademing tijdens reanimatie. Dan zie je eigenlijk dat op het moment dat we niet beademen, dat er met ongeveer 2 minuten tijd het zuurstof enorm gedaald is. Dat betekent dus eigenlijk dat we weten op basis van dit soort onderzoeken dat beademen daadwerkelijk helpt om zuurstof in het bloed te krijgen. Nou, er is natuurlijk heel veel aandacht geweest voor optimale basic life support, goede borstcompressies. Met name eigenlijk met als doel om zoveel mogelijk zuurstof te geven aan de weefsels. Maar je kan je natuurlijk voorstellen als de saturatie nul is, ja, dan vervoeren we geen zuurstof naar de weefsels toe. Dat betekent toch dat dit een van de redenen is waarom we zeggen, het is toch heel erg belangrijk waarom we beademen tijdens reanimatie. Nou is het natuurlijk wel de vraag, doet dat iets op de uitkomst? Er zijn best wel wat ideeën over, ook wel wat verschillende soorten onderzoeken die niet altijd hetzelfde beeld laten zien. Maar we hebben hier bijvoorbeeld wel deze studie laten zien dat op het moment dat je met een bloedgas gaat kijken hoeveel zuurstof er in het bloed zit en je gaat de uitkomst vergelijken van de patiënten waarbij er een hoog percentage zuurstof is ten opzichte van haar laag, dan zie je eigenlijk dat in de donkere balken hospital admission, dus zuurstof of ziekenhuisopname, hoger is in de groep waarbij er veel zuurstof aanwezig is in het bloed. En als je gaat kijken naar neurologisch goede uitkomst, dat daar ook een heel duidelijke trend is te zien bij een hogere overleving bij mensen die beter geoxygeneerd zijn. Natuurlijk, het is observationeel onderzoek, daar is best wel wat op te zeggen, wetenschappelijk gezien. Maar toch is dit ook wel een signaal dat toch oxygeneren tijdens de reanimatie mogelijk wel belangrijk is om impact te maken op de overleving. Nou, verder zijn er nog wel wat andere studies, daar ga ik nu niet zo heel erg op in. Maar we zijn er wel van overtuigd dat het geven van goede beademingen, dus het goed oxygeneren van je patiënt tijdens de reanimatie, een belangrijk aspect is om de overleving te verbeteren. Nu gaan we even, dit is eigenlijk het waarom. Waarom moeten we die kapbeademing optimaal maken? Omdat we denken dat oxygenatie goed is. En dan is even de vraag, hoe gaan we dat doen? Nou, jullie hebben eerder al een beetje de video gezien van het Advanced Life Support proces door het reanimatieteam. En ik wil daar eigenlijk even één aspect uitvissen. En dat is eigenlijk het uitvoeren van de kaptechniek met twee handen. Tempo van 100 tot 120 per minuut. Ja, ziet er heel goed uit. Hoe gaat het met de beademing? Komt er lucht in? Thorax komt beide zijden omhoog en ik heb een CO2 van 2,2 kilopascal. Oké, heel mooi. Eindtijd CO2 van 2,2. Dus een goede, hoogwaardige kwaliteit van de thoraxcompressies. 30 om 2 houden, zolang we geen gezekerde ademweg hebben. Bernard, kun jij mij vertellen wat er gebeurd is? Ja, dit is meneer De Vries die belt. Ja. En ik ben direct naar hem toe gegaan en ik vind hem eigenlijk levenloos in bed. Jeetje, nou.
Hier hebben jullie een live demonstratie gezien van kaptechniek met twee handen. En er zijn een aantal voordelen om het op deze manier te doen. En die wil ik eigenlijk met jullie eigenlijk even langslopen. Ten eerste, het is bewezen de beste kaptechniek die er is. Dat zal ik zo verder toelichten. Ten tweede, het is heel efficiënt en doeltreffend om zo te doen. Ten derde, het geeft ook een bepaalde mate van organisatie in je reanimatieproces. En ten vierde, het is ook veilig. Ik zal deze aspecten verder toelichten. We gaan allereerst even kijken naar hoe zit het nu precies met die luchtwegobstructie bij reanimatie. Dus iemand heeft een circulatiestilstand. Wat gebeurt dan precies op het gebied van de bovenste luchtweg? Nou, u ziet hier een anatomische tekening van, in een foto waarbij je eigenlijk ziet dat luchtwegbelemmering met name plaatsvindt op het gebied van eigenlijk de hypofarynx. Dat is eigenlijk het gedeelte hier. Achter de tongbasis, daar zie je dat de huig tegen de achterwand van de keelholte aankomt en ook de tong en de epiglottis naar beneden zakt. Dus daar ontstaat het niveau van de belemmering. Dat komt door bewustzijnsdaling en dat betekent dus dat wij als hulpverleners daar die luchtweg op dat niveau vrij moeten maken. Dan heb ik een vraag voor u en dan geef ik u een keuze, twee keuzes. Wat is nu de beste manier om de onderkaak te manipuleren om ruimte te creëren in dit gebied? Is dat A, deze richting? Of is dat B, deze richting? Ik vermoed dat u daar niet heel lang over na hoeft te denken. Het goede antwoord is uiteraard naar voren, naar ventraal. En dat betekent dat je als je dat doet, dat je dan in dit gebied de ruimte maakt. Nou wil ik u even meenemen naar mijn werksetting, op de operatiekamer tenminste. Waarbij ik eigenlijk een cameraopname heb gemaakt vanuit die pharynx. Dus eigenlijk vanuit de keelholte. Dus ik heb hier een cameraatje neergelegd. Waarbij we bovenop de stembanden kunnen kijken. Dus eigenlijk op de pharynx, de hypopharynx kunnen kijken om te zien wat er gebeurt op het niveau van de bovenste luchtweg op het moment dat je deze beweging maakt. Dus we gaan die jaw thrust, die kaak, onderkaak echt naar voren brengen en kijk dan wat er gebeurt in de ruimte. Hier laat ik hem weer even terugzakken. Hier gaat hij weer naar voren. Nou, ik denk dat ik het niet heel veel duidelijker verder kan laten zien. Hoe belangrijk het is dat die onderkaak naar voren gaat. Dus niet dicht, maar naar voren. En eigenlijk is het zo dat al deze handelingen samen worden samengevat door de term de triple airway manoeuvre. En de triple airway manoeuvre bestaat eigenlijk uit drie componenten. Dat is ten eerste een open mond, ten tweede de jaw thrust en ten derde de nek extensie. Die open mond, daar wil ik even kort, dat wil ik kort benadrukken, want ik denk dat mensen de jaw thrust term wel kennen. Alleen als je daarbij de mond niet opent, maar gesloten houdt, dan maak je het in feite anatomisch onmogelijk om de onderkaak echt naar voren te brengen. En wat we eigenlijk willen, is dat die onderkaak echt naar voren gaat. Eigenlijk alsof je op je bovenlip bijt. Die beweging, dus dat je echt je kaak naar voren brengt. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen met een open mond. Dus de open mond is niet zozeer echt om lucht in te laten. Ja, dat helpt natuurlijk wel. Maar primair is het doel van die open mond fysiek, anatomisch, om echt een goede jaw thrust te kunnen geven. Nou, dat is ook onderzocht. Ze hebben dit onderzocht bij patiënten met obesitas, een bekende risicofactor voor moeilijke kapbeademing. En daar hebben ze dus deze twee kaptechnieken vergeleken. Je ziet aan de linkerkant kaptechniek A, die over het algemeen vaak toch wel aangeleerd wordt, waarbij toch de verschillende vingers ook op de kaaklijn staan, die ervoor zorgen dat de mond gesloten blijft en de onderkaak dus niet echt naar voren gebracht kan worden. Versus kaptechniek B, subtiel anders misschien, maar toch wel degelijk anders. Want u kunt, als u goed kijkt door het masker, zien dat daar de mond wel degelijk open is. En wat blijkt uit het onderzoek, de efficiëntie van beademing in kaptechniek B is vele malen beter. Sinds dat ik dit ben gaan doen en ben gaan aanleren mijn artsassistent, heb ik bijna nooit meer zo'n oropharyngealis tube, zo'n Mayo tube, heel weinig meer nodig. Dit is echt de beste kaptechniek die er is. Nou, als we dan gaan kijken naar de reanimatiesetting, is daar iets van evidence voor? Nou, eerlijk gezegd heel erg weinig. Er zijn wel een paar simulatiestudies en die laten eigenlijk hetzelfde beeld zien. Op het moment dat je het doet op deze manier, dus een beetje duimen helemaal naar beneden,
goed het masker op het gelaat en met je wijsvinger en je ringvinger of met je middelvinger helemaal aan de achter van de kant van de kaak goed naar voren te stuwen met een open mond, dan zie je dus dat er betere beademingen zijn en je behoudt de hoge kwaliteit van je borstcompressies, wat natuurlijk ook belangrijk is. Nou zijn er nog eigenlijk een aantal andere praktische voordelen. Naast het feit dat dit dus de beste kaptechniek is, is het zo dat op het moment dat je op deze manier de kapbeademing doet met twee hulpverleners tijdens een reanimatiesetting, dat je zeker prehospitaal, waarbij het slachtoffer op de grond ligt, een veel meer prettige houding hebt. Je komt veel meer van bovenaf. De beweging in je handen is ook veel meer ontspannen. En omdat je een open luchtweg hebt, zorgt er ook voor dat je veel minder druk nodig hebt met het masker om niet te lekken. Dat betekent dat je veel meer prettige houding hebt, veel meer rechtop en ook minder kramp hebt. Tweede aspect is dat je geen extra personeel nodig hebt. Degene die de borstcompressies doet, die kan voor jou in de ballon knijpen. Je hebt daar niet nog iemand voor nodig die dan weer naast je komt zitten. Dat is niet nodig. Ten derde, je hebt ook veel minder ruis in de communicatie. Ik denk dat jullie dat wel zullen herkennen vanuit de praktijk, dat op het moment dat je dat in je eentje doet, dan moet je echt afstemmen wanneer de laatste compressie gegeven wordt, dat je de twee beademingen kan geven. Op deze manier heb je eigenlijk die onderlinge afstemming helemaal niet meer nodig, want degene die de borstcompressies geeft, die kan zelf in de ballon knijpen. En op die manier heb je dus minder ruis. Een ander aspect is dat heel vaak is het zo, zeker in de prehospitale setting, maar ook wel in de inhospitale setting in die eerste momenten, heel vaak zo dat degene die aan het hoofdeinde gepositioneerd is, dat die vaak toch ook de rol heeft van teamleider. Nou is het best wel heel lastig, of eigenlijk gezegd, het is niet mogelijk om echt goed hands-on dingen te doen en ook een team te leiden. Dat betekent dat je eigenlijk een soort van methode moet hebben waarbij je eigenlijk met deze manier een grip hebt die je even vast kan houden. En vervolgens ook wel de mentale bandbreedte hebt om het proces wat aan te kunnen sturen. Tot het moment dat je natuurlijk afgelost wordt en je echt hands-off kan zijn. Degene die in de ballon knijpt, die heeft direct ook met zijn andere hand een soort feedback op de beademing. Want je kan met je hand dus de thorax opvoelen komen op het moment dat je die beademing geeft. Een ander aspect is op het moment dat je een supraglottisch luchtwegdevice hebt geplaatst, dan kun je deze techniek ook nog steeds doen. En dan kan degene die aan het hoofdeinde zit zelfs een stap achteruit doen of andere handelingen uit gaan voeren. Want ook als er een supraglottisch luchtwegdevice in zit, dan kun je deze 30-om-2 techniek ook uitvoeren. En wat ook nog een ander voordeel is, op deze manier heb je eigenlijk het onmogelijk gemaakt, bijna dat je simultaan de borstcompressies doet en de beademing, wat mogelijk kan leiden tot wat meer maaginsufflatie. Goed, een aantal verschillende aspecten dus, een aantal verschillende voordelen van het toepassen van deze tweehanden techniek met kapbeademen. Hoe zit het met kinderen? Eerlijk gezegd eigenlijk alleen maar goed. Je kan deze techniek ook heel goed bij kinderen toepassen. Een bekend probleem bij kinderen en kapbeademing is dat je vrij snel eigenlijk met je vingers op de mondbodem zit, waardoor je dus de luchtwegobstructie verergert. Nou, op deze manier, en je ziet het ook aan het plaatje, je ziet helemaal geen enkele vinger in de buurt van de mondbodem. Dus fysiek is het niet mogelijk om die obstructie te maken en kan dus ook goed en veilig worden toegepast bij kinderen. Hoe zit het nu met COVID-19? Ook hier geldt, met de tweehanden techniek kan je zoveel mogelijk voorkomen dat de luchtlekkage plaatsvindt en besmetting voorkomen. Uiteraard, kapbeademing tijdens COVID is natuurlijk, over het algemeen wordt het niet aangeraden, maar het is nog steeds wel in de richtlijnen als een backup techniek op het moment dat het niet lukt om de patiënt te intuberen of met een laryngsmasker te beademen. Is dit dan de perfecte techniek? Nou, ik heb natuurlijk ook heel veel voordelen geschetst en ik hoop natuurlijk dat jullie overtuigd zijn om deze techniek aan te gaan nemen. Maar er zijn wel degelijk een paar aandachtspuntjes. Ik tip er even drie aan. Eén is, ik heb het al even genoemd, dat degene die de borstcompressies geeft de thorax omhoog voelt komen op het moment dat hij beademt. Maar als je dan voelt dat dat niet gebeurt, ja, dan moet je daar natuurlijk wel over communiceren. Want degene die de tweehanden techniek uitvoert, die zal dan zijn techniek moeten aanpassen of een andere stap moeten maken om de luchtweg beter vrij te maken. Dus die feedback dat de thorax niet omhoog komt bij beademing, die moet wel gegeven worden aan degene die de luchtweg regelt.
Een tweede aspect is natuurlijk, hoe zit het dan met de teugvolumes? Want misschien is het wel een hele, iemand die de borstcompressies doet, die helemaal niet zo vaak met zo'n ballon te werk gaat. Hoe kun je dat dan vermijden? Nou, er zijn eigenlijk drie hele praktische tips die ik daarvoor heb. Ten eerste is het zo dat je kan vragen om met twee vingers de ballon in te knijpen. Dat reduceert het teugvolume al wat. Een andere strategie is om niet zo'n 1,5 liter ballon te gebruiken, maar een wat kleinere ballon. Er zijn inmiddels al heel veel verschillende soorten maten op de markt. En als laatste kan ik de tip geven dat jij aan het hoofdeinde, door bewust te laten lekken, als het eigenlijk niet goed te corrigeren is, kan je bewust laten lekken om de teugvolume wat te beperken. Een laatste aandachtspunt. Vergeet niet om hands-off te gaan. Ik heb het al even genoemd. Als je ook die rol hebt als teamleider en je bent aan het hoofdeinde met die kaptechniek met twee handen, zodra de personeel binnenkomt, en dit is een stil even uit een video die we het eerder al natuurlijk langer gebruikt hebben tijdens de ALS-cursus, waarbij je heel goed ziet dat de teamleider eerst aan het hoofd staat voor de kapademing, maar zodra dat de andere teamleden binnenkomen, direct aan het voeteneind gaat staan als zijn taak over is genomen, zijn handschoenen uitdoet en hands-off teamleider is. Dat is natuurlijk belangrijk. Goed. Op het moment dat we nu zeggen, de aandachtspunten hebben we goed aandacht gegeven. Ik ben wel overtuigd van de voordelen, het waarom en het hoe. Ik wil er wel mee aan de slag. Waar moet je dan beginnen? Nou, dit zijn de tips eigenlijk die je kan geven voor implementatie. Ten eerste, bespreek het in je organisatie. Dit is niet iets wat je gewoon zomaar moet gaan doen. Want het kan onduidelijkheid geven tijdens je reanimatie. En dat is natuurlijk echt onwenselijk. Dus de eerste tip is, bespreek het binnen je ambulancedienst, bespreek het binnen je reanimatiecommissie, zodat er consensus is binnen de organisatie dat dit een goede techniek is om toe te gaan passen. Ten tweede, communiceer het ook met degene met wie je samenwerkt in je team en train ook in deze techniek, zodat degene die de borstcompressies uitvoeren ook daadwerkelijk dit gewend zijn om te doen. Ten derde, in de briefing, ofwel onderweg naar de reanimatie, ofwel op de opvangkamer waar je de patiënt verwacht, kun je dit ook nog eens een keer ter herinnering roepen, dat dit de techniek is waar jullie tegenwoordig mee werken. Als vierde kun je natuurlijk tijdens de reanimatie ook elkaar feedback geven. En als vijfde heb ik nog de tip voor de debrief. Bespreek het ook na. Hoe was het voor je? We doen dit nog niet zo lang. Hebben jullie dit ook als prettig ervaren of niet? Zodat je op die manier goed de leermomenten ook mee kan pakken. Nou, concluderend. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen overtuigen dat kapademing met de tweehanden techniek een belangrijke techniek is, omdat oxygenatie belangrijk is, een bewezen beste methode is voor kapademing, maar ook efficiënt. Het helpt in de organisatie van je reanimatie. En dat is de reden waarom we het ook hebben benoemd in de nieuwe richtlijnen van de NRR. Dus wat mij betreft, ik zou zeggen, bespreek het, train het en doe het. Dank jullie wel. Ik ben benieuwd, Roelof, zijn er nog vragen? Ja, Hans, dank je wel. De eerste vraag eigenlijk is een opmerking over het filmpje. Er zit geen piepknop op de ambuballon. Is dat erg? Dat is een hele goede vraag. Is piep nu wel of niet goed tijdens reanimatie? Heel eerlijk gezegd, we weten het nog niet. En dat zal ik even uitleggen. Aan de ene kant is de reden om geen piep te geven, heeft te maken met de rol van intratoracale druk met de effectiviteit van je basic life support. Met andere woorden, als je positieve druk overhoudt in de borstkast, dan kan dat belemmerend werken voor de veneuze return, voor je preload van je hart, van je borstcompressies, waarmee je dus eigenlijk ook minder bloed in de thorax hebt om rond te pompen met je BLS. Dat is een argument tegen het gebruik van piep, zeker als het wat hogere piep is. Overigens is dat ook de achtergrond waarbij bij de ambulanceprotocollen bijvoorbeeld wordt gezegd, als je de reanimatie staakt, ontkoppel dan de beademing en kijk nog even wat er gebeurt. Soms komt er dan eens bloed de thorax in en krijgt de patiënt weer wat ritme of iets dergelijks. Dat kan gebeuren. Dat heeft daar ook met die achtergrond te maken. Dat is dus tegen piep. Er zijn echter ook heel recent een tweetal kleine studies die mogelijk een positief effect laten zien op piep. En wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn, is dat piep helpt bij oxygenatie. En oxygenatie lijkt goed te zijn, dus mogelijk geeft een beetje piep, met nadruk een beetje, toch net wat betere oxygenatie, waardoor je zuurstoftransport beter wordt, omdat het niet zoveel piep is dat het echt belemmerend werkt. Kortom, het is nog een spanningsveld, we weten het nog niet. Voor nu lijkt het zo te zijn dat de meeste mensen die hiermee bezig zijn zeggen liever geen piep. Maar er zijn dus wel degelijk wat ontwikkelingen die mogelijk later wat anders ander inzicht geven.
wel. Ja, we lopen al een klein beetje uit de tijd, maar laten we nog een paar kort kunnen behandelen. Allereerst is er iemand die vraagt, wie mag er nou eigenlijk in die ballon knijpen? Moet je daarvoor BIG geregistreerd zijn? Ja, dat is ook een goede vraag. Het knijpen in een ballon is geen voorbehouden handeling zoals dat echt in het rijtje staat, wat in de wetteksten staat. Dat betekent dat je daarvoor eigenlijk niet BIG geregistreerd hoeft te zijn. Of het een risicovolle handeling is, dat is ook nog een juridische term. Daar kun je misschien over dubiëren. Wat wel denk ik belangrijk is om te zeggen dat er natuurlijk altijd een BIG geregistreerde aan het hoofdeind staat die met een maskerballon ter plaatse is bij een reanimatie, waarbij ik er dan even vanuit ga dat die een professionele rol heeft. Je kan dan zo'n handeling best onder directe supervisie, hè, waar je wel degelijk van kan spreken in zo'n setting, zou je dat ook kunnen laten uitvoeren. Tegelijkertijd, en dan kom ik weer even terug op de vorige dia, bij implementatie, begin gewoon met het te bespreken in je organisatie voor je dit gaat doen. Dan kun je dit soort dingen gewoon netjes uitwerken. Dan kun je dit soort dingen gewoon ook netjes communiceren met iedereen om je heen en ook op die manier trainen. Dan de laatste vraag, laten we het daarmee dan maar wel afronden. Er is iemand die vraagt of er nog een aanvullende rol is voor NPA in combinatie met deze techniek. En ik heb het gevoel dat het iemand is die jou kent. Maar dat zou kunnen. Ik weet niet van wie die vraag komt, want dat kan ik niet zien van de vier. Maar hoe dan ook, NPA is de nasal pharyngeal airway, de Engelse term voor de nasopharyngeale tube. Eigenlijk de Mayo tube, zoals die vaak genoemd wordt, maar dan in de neus geplaatst. Het kan zeker helpen. Ik denk dat er echt wel wat praktische voordelen zijn voor de nasale variant. Tegelijkertijd ook een paar haakjes en oogjes. Dus wel natuurlijk wat kanttekeningen bij te zetten. Ik denk dat het goed is om een lage drempel te hebben om zowel de orale of de nasopharyngeale tube te gebruiken. Tegelijkertijd, mijn ervaring is dat het op zich niet standaard nodig is, zeker niet met deze techniek. Het kan misschien zo zijn dat je, als je één hand toepast, dat het dan wel echt de boel wat makkelijker open kan houden. Maar wat dat betreft zou mijn persoonlijk advies zijn, gezien alle voordelen, pas deze techniek toe. En dan zul je merken dat je zowel de orale ofwel de nasale eigenlijk bijna niet meer nodig hebt. Dus ik zou zeggen, dankjewel. Laten we hem hierbij afronden. Veel positieve reacties. En de vraag of deze de presentatie later nog terug te lezen is, die zullen we meenemen naar de mensen die daarover gaan. Ja, als het goed is, dank jullie wel. Dank.